ik weet niet wat we gaan doen. Maar dan gaan we... Hoi, ik ben Lucille Berlinga. En moet jij, zeg ik, dus moet er een zusje Luxie. En dan ga jij verder vertellen wat we allemaal gaan doen. Ja. Dus jij hoeft gewoon helemaal niks te zeggen. Hoi, ik ben Lucille Berlinga. En dit is mijn trainer, zusje Luxie Berlinga. Ja, wil je zeggen? Ja. Oké, doe het. Ja, gezellig meisjes. Dit is weer eens een keer, een eerste keer eigenlijk, een videootje met jou en Luxie samen. Dat we een challenge gaan doen. Ja! En jullie weten nog niet. En jullie weten nog niet wat? Nee. Zal mama het gaan uitleggen? Ja! Oké. Ja! We gaan de Real Faces Chocola Challenge doen. En wat betekent dat nou? Jullie krijgen zometeen twee keuzes. Ja. Eentje is echt en de ander is van chocola. Kijk, mama heeft hier twee schalen. Oké. Nog niet openmaken, hè? Nog niet openmaken. Hier heb ik... Nog niet openmaken. En onder deze schalen zit één ding van chocola en de andere ding is echt. Ja, maar mogen we ook van elkaar, als iemand chocola heeft, mogen we ook proeven. Want niet... Oh, je mag wel proeven hoor, jawel. En voordat jullie hem gaan openen, mogen jullie eerst bepalen of je hem wil ruilen of wil houden. En dat doen we om de beurten. Oké, gaan we ruilen. Ja, gaan we. Oké, de eerste ronde, dit is een beetje oefenronde. De eerste ronde willen ze ruilen. Oké. Nu, Luxie, mama telt tot drie. En bij drie mag je de deksel optillen. Bij drie. Oh, nog niet? Nee, niet het bord. De deksel. Dit is een knopje. Die kan je naar boven doen zo. Nog niet doen, hè? Dat kan je zo naar boven doen zo. Zie je dat? Ja. Nog niet doen, bij drie. Goed? Ik ben benieuwd hoe dit gaat, jongens. Oké, hou het knopje maar vast. Ja. Hou het knopje maar vast. 1, 2. Doe maar omhoog. Doe maar omhoog. 3. Oh! Luxie! Wat is dat, Luxie? Luxie heeft de chocola. Die is mooi. Kan je dat eten? Is dat lekker? Alleen nou past de sleutel niet meer in het gat. Nee. Nee, en waar is de andere sleutel? Zullen we Luxie eens even laten zien dat het echt is in het neppen? Luxie, dit is echt. Kom niet, en dit wel. Dus ik moest eigenlijk houden. Eigenlijk moest jou, maar dat weet je natuurlijk niet, hè? Nee. Dat was juist een beetje de vraag. Oh, dat is een beetje chocolade. Ja, doe maar niet in de mond, liefie. Hey, Luxie, vind je de sleutel lekker? Echt lekker. Oh, nog één hap dan. Mama. En jij ook nog een hap dan. En dan gaan we op naar de volgende. Onder. Dan maak je weer onder. Ja. Dan gaan we de volgende doen. Dit is leuk, hè? Oh, mooi. Mooi? Wat is mooi? Chocola mooi? Ja, mooi. Ja, heel mooi. Waar ben je nog gestart? Daar. Je bent al klaar, hè? Wie laat het steek? Zijn jullie klaar voor de volgende ronde? Ja! Ja! Nog niet openmaken, hè? Nog niet openmaken. Ik zou het als net. Wacht even. Nee, joh. Nee, joh, niet openmaken. Eerst bepalen, wil je... Luxie, wil je ruilen of wil je houden? Ik wil houden. Wil je die houden? Oké, bij drie tillen we de deksel op. Doe dat zometeen met de deksel eraf. 1, 2, 3. Wat? Wow! Wat is dat? Luxie heeft weer de chocola. Ik kan hem niet eten. Kan je dat eten, Luxie? Ja, maar... Hoe moet je dat eten? Dan moet je hem eerst kapot maken, denk ik. Nee. Ja! Welke stukje? Die of die? Lekker. Is dat lekker, Luxie? Het andere balletje, wat is dat voor een balletje? Van wie is die? Van wie is dat balletje? Nee. Ik dacht van Roesel en Pip. Oh ja. Die leek er wel op, hè? Zie je dat? Ja. Alleen die kan je niet opeten. Kijk, Luxie, deze is niet echt. En dat is wel echt chocola. Kan je die opeten? Nee. Nee.
leer. Kan je die opeten? Een poef. Ja, is van Woef, hè? Ja. En kan je deze bal wel opeten dan? Ja? En vind je die bal lekker? Ja, die vindt ze wel lekker. Nog een stukje. De volgende ronde. De volgende ronde? Oké, nou, laatste hapje. Mama weer een volgende pakken. Doe het deksel er maar weer op. Mama! Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ga rijden. Oké, nog niet, hè? Ik ga toch van houden, toch? Wel ruilen? Mij. Bij drie gaan we hem optillen, goed? 1, 2, 3. Wat is dat? Wat is dat, Luxie? Wat is dat? Kun je die van jou eten, Luxie? Is het wel proeven? Kan je die eten? Nee. En die van Luxie, kan je die niet eten, hè? Nee. Is die lekker? Mooie glitters ook. Hele mooie glitterschoen. Zullen we die eens even laten zien? Dit is wel een hele... Eigenlijk is het zonde om op te eten, meisje. Nee. Even, ja, die is ook mooi, ja. Even zo, kijk toch wel een mooie. En dan te bedenken, jongens, dat dit van chocola is. Die kan je niet eten, hoor, schatje. Mama, dit is een pump van mama die eigenlijk mama nooit aan heeft gehad. Kijk naar de onderkant van de zool. Die is zo hoog. Kijk, die is echt een hele hoge. Zie je dat? Mm-hmm. Weet je wanneer mama deze pump heeft gekocht? Nou? Deze pump heeft mama een keer gekocht toen mama in Bournemouth was. Waar ik papa voor de eerste keer heb ontmoet. Ja. Grappig, hè? Ja. Ja, Luxie wil naar de volgende ronde. Lucilla, die is nog niet klaar met de schoen. Ja? Oké, op naar de volgende. Ronde. Lolle. Goed zo. Het is best wel leuk met Luxie. Ja, het is leuk, hè, liefie? Het is weer heel anders dan met Luan, hè? Ja. En mooi. En Luxie, ik heb een gatje aan. Zijn jullie er weer klaar voor? Ja! Oké, daar komen ze. Nog niet openmaken. Luxie, wil jij ruilen of wil jij houden? Houden! Oh, wacht, Luxie mag het zeggen. Wat wil je? Wil je ruilen of wil je houden? Hoi! Wil je houden? Ik wil ook houden. Houden, oké. Okay. We gaan bij drie tellen en dan gaan we hem openmaken. 1, 2, 3. Nee, kan ik niet eten. Wat is dat, Luxie? Maar dit kan ik niet eten. Is die lekker? Maar wat is dat, Luxie? Poep. Dit is een poepie. Poepie is toch ba? Poepie is toch ba? Nee. Vind je die vies? Volgens mij vindt Luxie hem lekker. Ik vind die nootjes een beetje vies. Vind je die lekker, Luxie? Nee, niet. Mam, ja. Nee. Ja. Luxie vindt het vies, hè? Maar dat is een neppoepie, zie je dat? Nee. Ja. En dat is de chocola. Als dit echt... Ja, eigenlijk moest je het echt rolletje, hè? Ja. Maar dat ging mama iets te ver, echt rolletje. Eigenlijk echt poema. Ja, nee, dat doen we toch maar niet, hè? Nee. Dat is iets te vies voor de meisjes, hè? Iets te vies, dan moet ik poepen. Ja, dat is niet al. Maar toch... Ja. Heb je al alle tanden?
Ik zie jij één en één. Willen jullie ruilen? Lucilla mag nu zeggen. Of ruilen. 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 Nou, gaan we ruilen. Oké, okay, bij drie mag je hem optillen. Goed? Ja. 1, 2, 3. Ah! Wow, wat is dat? Ik kan wel. Wat is dat, Luxie? Wat heb jij? Gewoon de achterkant eten. Wat heb jij? Wat is dat? Nee. Dat is... Het is lippenstift. Ja, dat is echte lippenstift. Mama. Ja, van mama, hè. Die kan je niet eten, hè. Luffen. Vind je die lekker? Ja. Ja, die vindt Luxie ook lekker. Ja, die kan je niet opeten, ja. Schatje. Ja, maar hey. Nee. Luxie. Mooi, hoor, Luxie. Heel mooi gedaan. Op naar de volgende! De volgende! Ja! Moet ik even voor jou een doekje pakken? En even voor Luxie een doekje pakken! Praat maar even, Luxie. Praat maar even. Mam! Nee, niet tegen haar. Ik ga de camera. Goed zo, hè? Je bent mooi schoongemaakt, Luxie. Ja, goed gedaan. Goed gedaan. Hey, de volgende past niet onder de deksel. Dus dan moeten jullie even de oogjes dicht. Oké. Okay. Ja? Oogjes dicht. Niet kijken. Ja. Niet kijken. Oogjes dicht houden. Oogjes dicht houden. Bij drie mag je ze open doen. 1, 2, 3. Dit is een... Wat is dit? Champagne. Een champagnefles. En wat heeft Luxie? Ja, chocolade. Oh, ik heb er niet in. Oh, wacht, we kunnen dit eraf doen, toch? Probeer maar, ik weet het niet. Kapot, stil, probeer eens. Misschien als je de echte champagnefles dan op probeert te... Oh! Ja! Ja! Nee! Ik kan hem openmaken. Challenge, jongens. Ah. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Vond je het leuk? Vond Luxie het ook leuk? Ja. Oh, jij mag je opeten, Olivie. Nou, niet alles opeten. Dan worden we misselijk.
De champagne die gaan we natuurlijk niet echt opdrinken. Hè? Die is voor papa en mama. Nee. Dat snappen jullie wel, hè? Die vinden jullie baar. Het is geen kinderchampagne. Nee. Dit is wat allemaal chocola was, jongens. Ja. Wat vond jullie nou de allerleukste? Alles. Alles leuk? Luxie, wat vond jij het leukste? De bal. Luxie vond de bal het lekkerste. Deze lekker. Hier de sleutel. Zullen we deze chocolaatjes lekker bewaren voor de volgende keer? Ja! En voor papa en Luan, als ze straks ook thuis komen, kunnen ze het ook proeven. Ja. Goed?